Klopt. Je gaat het echt doen, hè? Ja. Op 10. 10? 8. 7. 6. 5. 4. Hele goedemorgen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Andy en laten we natuurlijk gelijk even beginnen met de reactie van deze week. Ja, ik, zoals jullie dat in de vorige video's hebben gezien, was ik hier op het weekendje, een soort van vakantie. In ieder geval een weekendje weg in Zwolle op een vakantiepark en daar ben ik dit weekend weer. Gezellig bij Tony. Tony ligt nu nog toevallig te slapen, dus die laten we even lekker liggen. En ik ben zo eentje die weer lekker vroeg wakker was, want ik ben gisteravond het bankje aangekomen en ik was echt helemaal gestookt, dus ik ben meteen geslapen, dus vandaar dat ik gisteren niks gefilmd heb. Dus maar vandaag maken we natuurlijk een hele leuke, hele toffe video van. Dus ik zou zeggen, gooi het even alle likes omhoog en ja, blijf wel kijken en genieten van. Mensen, Tony die is echt niet goed. Hij gaat hier in het meer, gaat hij even het water in. Het water is zo koud. Het heeft vanochtend net niet gevolgd. Het was geloof ik net 1 graden of zo. En hij gaat nu hier gewoon even het water in. Echt, wat een baas is dat. Weet je hoe koud het gaat worden? Ja, yeah, hij zegt het nu gewoon. Nou ja, we gaan het zien. Ik kan het even. Je gaat het echt doen, hè? Ja. Tien, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, oh my! Stop bij 1. Zo, oh, best lekker. Toch best lekker, zegt hij dan. Ja, het is wel koud. Het is heel koud bij mijn been. Heel koud, maar toch lekker. Best lekker, ja. Moet je voorstellen dat ik dit altijd in de winter ook heb gedaan. Gewoon in de zee. Gewoon zwemmen, 5 minuten. In de winter? Ja. Doen dat tevoren? Hè? Doen dat tevoren? Zo hé. Oh. Hier, handdoek. Je trilt helemaal. Ik heb spierpijn. Ik moet wel even lekker wakker worden. Top. Dat is toch mooi? Wat baas. Nou, dik, echt hele dikke shout-out. Nee, jij moet ook gaan. Nee. Jij moet ook gaan. Nee, ik ga niet. Kijk waar die vissen rijden. Het was trouwens best diep. Hier al, dus ik weet niet weten hoe diep het is. Oh, dat is apart, want je ziet, ik weet niet of jullie dat ook kunnen zien, maar je ziet eigenlijk, hier zie je al de bodem. Dus dat betekent eigenlijk dat je een beetje vanaf daar dat het al diep wordt. Ja, ik kon hier staan. Zullen mensen wel niet denken? De mensen zullen denken van, wat een gek. Ja, maar het is best leuk hoor. Nu schijnt het zonnetje op je en mijn haar is wit nat. Ik ga wel even douchen. Lekker zonnetje. Heerlijk. Kijk, wel mooi de natuur met de zonnetjes hier zo. Ja, daarom moet je ook het water in. Het is echt heel, je bent gelijk wakker. Ja, jij bent al wakker. Oh. Ik ben wel. Je valt er bijna voor 2e keer in. Oh, nou dan. Ga ik nu even lekker douchen. Toch wel. Ja, jij gaat croissantjes maken. Ik ga ook croissantjes maken. Ja, ik heb net even lekker croissantjes gemaakt. Die heb ik hier zo. Lekker croissantje. En Tony die is ook wel een lekker croissantje met kaas aan het eten. Dat is zo lekker kaas hoor. En hier heb ik dus ook... even kijken. Oh, hier zo. Hier heb ik dus al 2 liggen. En hier zit ook in de oven. Dus die gaan we ook zo meteen even eten. Dus een, nou ja, gaan we gewoon lekker van genieten. Heerlijk. Maar ook lekker warm, heerlijk. De muziek krijgt een claim dadelijk. Ja, ook dat. Nou, nee, dat denk ik niet. Hoezo niet? Nou ja.
Nou, weet ik niet. Nummer, muziek ken ik niet. Het is van de Efteling. Oh. Of, nee, deze is van Fantasialand. Oh. Hij heeft hier in de achtergrond heeft hij, muziek gaan staan van wat? Van Fantasialand. Fantasialand. Zou je daar misschien ook wel eens geweest? Laten we even weten in de reactie. Ik wel. Tony wel. Ik ging bijna elke maand. Ik ben zelf nooit geweest. Efteling ben ik wel een paar keer geweest, maar Fantasialand ben ik nooit geweest. Als alles weer open is, gaan we erheen, Andy. Dus nou ja, abonneren en dan ga je dat binnenkort ook zien. Maar dan ga ik me nu even douchen, mijn eigen opfrissen. Dus dan zien we zo weer terug. Ja, we zijn nu onderweg. We zijn namelijk onderweg naar de markt. Want het is heerlijk weer. Naar de markt. Het is echt heerlijk, fantastisch weer. Heerlijk, fantastisch weer. De zon schijnt. De lucht is blauw. En Tony die komt heel gauw. Ja. In ieder geval wat ik wil zeggen, wij zijn nu onderweg naar de markt. Dus we gaan zo lekker vlees halen. Want we gaan vanavond barbecuen. En die toeteren. Oh. Maar we gaan lekker barbecuen, nogmaals. Dus ja, ik neem jullie mee, gezellig, naar de markt. Ik neem Andy mee naar de markt. Ja, we lopen nu hier op de markt. En hierachter heb je de groentekraam. Maar joh, het lengte wat je hier ziet, dat is gewoon één hele lange stuk alleen maar groente. Dat is bizar hoe... En dat is gewoon van één groentebedrijf. Dat is bizar. Kijk, nou, dan zie je het heel goed. Echt de hele lengte. Dat is gewoon allemaal van de groente. Groente en fruit. Dat is wel bizar. Meestal is het maar één of twee kraampjes, maar dit is gewoon echt bijna de hele straat. Nou, we staan nu hier bij een kraam en er staat ook een meneer naast me. Wat is het precies wat jullie maken? Ja, het is een soort cake. Een soort cake. Het is gemaakt van deeg. Het wordt op het open vuur wordt het gemaakt. Dat zal ik jullie ook even laten zien. Er wordt heel suiker erbij gedaan. Super lekker. Echt traditioneel ongaar. Daarnaast maken ze ook nog eens van die gefrituurde broodjes. Ja. Beetje crème fraîche erop, kaas, knoflook. Het is gewoon prachtig. Heel erg lekker. Ik kan het je alleen aanraden. Nou, dan zou ik dat jullie ook zeker aanraden als jullie toevallig ook hier komen of hier uit de buurt komen uit Zwolle. Dus zijn iedere zeggen, zaterdag. Iedere zaterdag, dus kom even gezellig langs. Ja, wat jullie dus net zagen, wat ze dus net gemaakt hebben, dat heb ik dus nou hier zo. Dus dat ga ik zo even lekker eten en lekker van genieten. Dus ja, het ziet er in ieder geval lekker uit. Echt lekker, hè? Heerlijk. Ja. Ja, Tony zegt ook dat goed smaakt. Dus het zal wel helemaal goed zijn. Dus wij gaan even lekker eten. Nou, dan heb ik hier nou het stukje. Dus ga ik nou even lekker eten. Ja. En dit is echt lekker. Heel suikerachtig. Ja, heel suikerachtig. Je hebt verschillende smaken. Je had kokos, kaneel en... Vanille. Was dat vanille? Oh, maar wel. Ik weet niet meer. In ieder geval en nog een smaak. En wij hebben dus kaneel. En nou, dit is echt lekker. Dit is zeker een aanrader. Dus wat ik daarnet ook al zei. Ze zijn hier iedere zaterdag. En als jullie hier uit de buurt komen of jullie komen zelf uit Zwolle, kom gewoon even gezellig langs en haal ze gewoon. Dit is echt zo lekker. Heerlijk.
Ja mensen, dit was een rondje door het centrum, door de stad van Zolle. En door, door de markt, of over de markt. We hebben alles gehad wat we nodig hadden. En Tony die was gezellig mee natuurlijk, of dus ik was eigenlijk met hem mee. Ja, ik wilde net zeggen, ja. Ik nam jou mee naar de markt. Ja, maar in ieder geval, we gaan nu weer terug naar het park. Dus yes, let's go. Ja mensen, de neef van Tony die is hier aan vissen, die heb iets, even kijken, dat, hoe heet dat? Een ding? Marker. Een marker, voor de echte vissers, die weten waarschijnlijk al van wat het is. Maar dat ligt daar aan de andere kant van de meer zeg maar, en die moet eigenlijk wel meer naar het midden. Dus ik ga zo even hier de boot in, dan ga ik hem even dat oranje marker halen en terug op de plek leggen. Maar deze camera die neem ik niet mee, dus ik ga even over naar de GoPro. A few moments later. Jij bent helemaal gelopen, hè? Je bent je loodfout. Wat zeg jij nou? Zie je geloof met aan? Nee. Kijk, zelf maar. Hier. Wat de fuck? Nou, dan moet je terugkomen. Ik ben hier helemaal naar de auto op de aanzien. Oké. Okay. Ik zie je zo. Wees goed. A few moments later. Ja, we hebben net even een heel stuk weten te wagen. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien, maar hier achter zie je allemaal van die vakantiehuisjes. Daar kom ik dus met de boot over aan. Ik heb hem hier even aangelegd en dan heb je hier één heel mooi park. Dus dan ga ik hier even kijken. Dus ja, dat ga ik doen. Ja mensen, dit is alweer het einde van deze video. We hebben daarnet hebben we trouwens ook heerlijk gegeten bij de neef van Tony. We hebben echt heerlijk gebarbecued, daar hebben we gezellig met z'n allen. En nou ja, we hebben heerlijk gegeten toch? Heerlijk. Heerlijk. Vegenvlees, maar jij echt vlees? Ja, een beetje gemixt. Hij heeft vegetarisch vlees ja. En ik heb gewoon vlees. Dus, en dus, wat salade, stokbrood, een beetje van alles nog wat eigenlijk. En daarna hebben we eigenlijk een beetje niks gedaan. Gewoon gezellig, gewoon chillen, gewoon lekker chillen, een beetje gezellig met elkaar praten en zo. Je kent dat, gewoon, ja, je kent dat soort dingen. Gewoon lekker chill. Dus ik heb verder ook niet gefilmd en zo. Maar in ieder geval wat ik zei, bij deze ga ik de video afsluiten. We hebben in ieder geval een hele leuke dag gehad. Ik hoop dat jullie net zoveel genoten hebben, zoals ik. Ik heb in ieder geval erg genoten vandaag. En nou ja, ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En help mij echt na de 1000 abonnees. Gooi af alle likes omhoog. En nou ja. Wij zijn jullie volgende week weer bij een gloednieuwe video. Om 5 uur. En dan zeg ik bij deze, zoals altijd, later. Adios.